Reisnieuws en triptips op elkedagvakantie.nl. Vanaf eind november tot eind december 2023 komen de kerstmarkten tot leven in de 9 steden van Neder-Saxen in Duitsland. Hamelen, bekend van het rattenvangersprookje, betoogde onder andere bezoekers met een prachtige adventskalender en een 11 meter hoge piramide. En Goslar's kerstmarkt in het UNESCO werelderfgoedstadje wordt verlicht door 10.000 lampjes en dennenbomen. Je kunt je bezoek bijvoorbeeld combineren met een uitstapje naar Autostad in Wolfsburg, waar de Autostad in een winterwonderland verandert. Op zoek naar een avontuurlijke vakantiebestemming die je adrenaline niveau laat stijgen, maak dan bij een volgende vakantie kennis met bijzondere avonturen in de Filipijnen. Ontdek het sandboarden in La Paz en raas met volle snelheid de duinen af. Beginners kunnen rustig starten en geleidelijk overstappen van zittend naar staand boarden. Of probeer een zipline op een surfplank en de Rush zipline op een fiets, maar dan wel op 45 meter hoogte boven de grond. Net op tijd, als kerstcadeautje, verschijnt het boek Buitengeluk over de grens. Het is een boek van Marleen Brekelmans en Lotte Jongepier en bevat meer dan 50 adressen in heel Europa voor een onvergetelijk verblijf in de natuur, aldus de auteurs. Van populaire vakantielanden zoals Frankrijk en Italië tot verrassende bestemmingen als Zweden, Tsjechië en Slovenië. Met dit boek bespaar je volgens de schrijvers een eindeloze zoektocht en ervaar je buitengeluk op de mooiste plekken in Europa. Corendon heeft een gloednieuwe in-flight safety video met bekende typetjes van Jandino Asporaat en de Nederlandse en Curaçaose beroemdheden. Deze unieke video is vanaf 3 november 2023 te zien op vluchten tussen Amsterdam en Curaçao. In de video worden de veiligheidsinstructies uitgelegd door Lisa Sips en Jasmine Sendar, afgewisseld met humoristische scènes gespeeld door Jandino's typetjes en andere beroemdheden. Frans-Guyana is een relatief onbekende bestemming, maar heeft veel te bieden voor toeristen die op zoek zijn naar avontuur en natuur. Dankzij de ligging dichtbij de evenaar geniet Frans-Guyana van een aangenaam en stabiel klimaat met een gemiddelde jaartemperatuur van 28 graden. Twee tips voor dat land. Île du Salut, dat zijn drie kleine eilanden voor de kust van Frans-Guyana die vroeger dienst deden als strafkolonie. Nu kun je genieten van de mooiste stranden en de historische gebouwen. En in Kourou bevindt zich het Centre Spatial Guyanais, een ruimtevaartcentrum van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Hier worden satellieten gelanceerd, maar je kunt er ook een rondleiding krijgen. Enhow, dat zich een eigenzinnig design hotelmerk noemt, heeft dit jaar in Europese en Britse hotels nieuwe gastronomische ervaringen geïntroduceerd. In Enhow Amsterdam Rai opende restaurant Selva, geïnspireerd door het Amazone regenwoud. Het menu brengt smaken uit Mexico, Peru en Brazilië naar de 24e verdieping met een prachtig uitzicht. En Enhow London presenteert Guilty by Oliver, een dynamische vibe dining met heerlijke gerechten en DJ beats. En tot slot een tip voor wandelaars die er dit najaar nog op uit willen. Het Noordelijke Zwarte Woud is een van de grootste natuurparken van Duitsland en een ideale vakantiebestemming voor wandelaars. Het gebied is vooral mooi in de nazomer en herfst met de prachtige kleuren van de eeuwenoude bossen. Het wandelroutenetwerk in het Noordelijke Zwarte Woud is uitstekend met 12 gecertificeerde paden die worden onderhouden door het Schwarzwaldverband, elk met een eigen bewegwijzering. Daarnaast zijn er ruim 1400 kilometer aan uniform gemarkeerde wandelpaden. Veel te doen dus. Meer informatie en ook heel veel andere tips kun je vinden op elkedagvakantie.nl. Tot volgende week! Met Sander Lindenburg heb je elke dag vakantie.